hoofdstuk 4, som 4.4. De bedoeling is dat we de determinant gaan berekenen. Nou, dat doen we door middel van kruislinks vermenigvuldigen. Nou, dat gaat als volgt. Ik doe 1 keer 1 min 2 keer 3. Is dus eigenlijk 1 min 6 is min 5. Nou, wat betekent dat nou? Plaatje maken. Zo. Ik heb de vectoren 1, 2, hè, dat is die eerste kolom. 1 naar rechts en 2 omhoog. Dat is de vector A. En ik heb de vector B. Die is 3 naar rechts en 1 omhoog. Dus ik heb hier de vector B. Nou, wat is nou de determinant? Dat is eigenlijk de oppervlakte van het parallelogram ingesloten door die beide vectoren. We gaan verder. Hoe kunnen we dat nou controleren? Hè? Want ik denk van ja, leuk, maar nou, wat zouden we kunnen doen? Als ik die vector B heb en ik tel A naar B op, ga ik 1 naar rechts en ik ga 2 omhoog. Dus dit is het puntje 4 en ik ga 2 omhoog. Nou, B zat op 1, komt er 2 bij, zit ik hier op 3. Hè? Dus ik heb een rechthoekje van 3 bij 4. Die oppervlakte is 12. Nou, daar moet wat vanaf. Daar moet sowieso die oppervlakte vanaf. Nou, wat is deze oppervlakte? Ja, is 3 bij 1, gedeeld door 2, is min 1/2. Goed zo. Daar moet dit vierkantje vanaf. Dat is min 1. Daar moet dit driehoekje vanaf. Dat is weer min 1/2, hè? Daar moet deze vanaf. Die is... Nou, gaan we kijken. Dit is 2 bij 1, is 1. En die 3, moet ik ook even opletten. Volgens mij heb ik het daar niet goed gedaan. De basis is 1. De hoogte is 2. Keer een half is 1. Zie je dat? Dus die moet ik even aanpassen. Ging ik even te snel. Goed zo. Dus heb ik 4 er ook afgehaald. Hè? 1, 2, 3, 4. Dan heb ik hier nog een vierkantje van 1 bij 1. Ook min 1, en dat is 5. En dan heb ik hier een stukje, 6. Hoe groot is die? Die is weer 1/2, hè? Dan gaan we. 12 min 2 keer 1/2 is 3. Wordt 9. 8, 7, 6, 5. Zie je? Dus die oppervlakte is inderdaad 5. Maar wat betekent dat minnetje dan? Dat is de richting. Kijk, als ik van A naar B draai... kurkentrekker, dan is de richting naar achteren. Alleen als ik hier de x heb, en ik heb daar de y, en ik ga van x naar y, dan staat de z-richting die kant op. En in ons geval, van a naar b, gaat die precies de andere kant op. Volume kan niet negatief zijn, maar het zegt iets over de richting. Het oppervlakte, ja, volume zeg ik, maar het oppervlakte is dus gewoon 5. Zie je? Dus met zo'n determinant kun je de oppervlakte berekenen van het parallelogram wat opgespannen wordt door de twee vectoren, eigenlijk door de kolomvectoren A en B.